Good girl fam, het is de girl fam. Maar dat betekent dat ik altijd filmpjes maak en bijna het soort van fysiek en mentaal naar de kloten ben. Maar hey, het is feest. Lekker, lekker. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Als je afvraagt waarom is het beeld in één keer dubbel, dat is niet zo. Ik bedoel, als hij zijn rechterhand opsteekt, dan gebeurt er hier niks. Helaas. Dit is Bo, dit is Morris, of dit is Bo en dit is Morris? Ja, dit is Bo en Morris. Ja. Heb je oprecht een blauwe trui? Heb je oprecht een blauwe trui gedaan, zodat het letter hetzelfde is? Nee, is het Morris. Hou op, jij bent sowieso Bo. Ja, okay. Ja, nee, dat is al sinds vroeger. Dat je Bo heet? Ja, ja. Ja, nee, dat is blauw, Bo. Ja, blauw, dat snap blauw. Ik ook. Dat is hartstikke logisch. Vandaag ga ik een video met jullie maken. De reden is omdat ik dat wil. Oh ja? Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Bo! Oh, je bek is... Ja, oké, doe maar. Ik ben Bo! Ik ben Morris! Dat is de beste naam ooit. Ik wou dat als ik later een tweeling krijg, en dat gebeurt, want ik zorg ervoor, dan zorg ik ervoor dat ze namen krijgen die goed combineerbaar zijn. Toch? Dat je ook een mooie combi kan maken. Ja, zodat ik een goede Boris kan maken. Ik krijg dit ding niet open. Ja, neem gewoon op met plastic. Waarom zou je überhaupt zo'n ding in plastic kopen? Bluf, bluf. Omdat het dan schoon is. Nee, dan blijft het schoon. Hoe kennen wij elkaar? Dat is natuurlijk de vraag. Tweelingen. Want die hebben jullie gewonnen. Ja. Helaas. Heel veel kijkers zullen zich waarschijnlijk afvragen, hey, waarom zijn jullie hier? Want eigenlijk hadden toch anderen gewonnen. Ja, dat klopt. Ja. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Boris. Wat leuk. Link in de beschrijving. Zoals jullie weten is onderdeel van Kelsember dat elke keer als je het aantal likes halen wat ik vraag, dat er dan een nieuwe video online komt. En we moeten vandaag 10.500 likes halen. Dat is 10500 binnen 24 uur. En anders komt er morgen geen nieuwe video. Sorry. Als we binnen 24 uur niet 10.500 likes halen, dan helaas, dan is het avontuur voorbij. Dan is Kelsember voorbij. Misschien zijn jullie wel de reden dat Kelsember stopt. Oké, we gaan wat leuks doen vandaag. Namelijk... Confessions Challenge. Eet je mond eens leeg, Mark Kees. We gaan vandaag een confessions challenge, maar anders dan normaal. Kijk, ik ben natuurlijk Calvin, wat betekent dat ik nooit iets op de manier doe waarop andere mensen dat wel doen. Hoop ik dan maar. Oh. Ik probeer elke challenge altijd een nieuwe vorm te bedenken, waardoor het niet zo standaard is van, oh, cinnamon challenge. Maar altijd iets leuks en nieuws eraan te bedenken, dus ik heb vandaag iets bedacht. Namelijk... We hebben natuurlijk allemaal die dingetjes die je van jezelf weet wat de anderen niet weet. En dat je denkt, oké, ik ben wel benieuwd of die andere het weet van mij of niet. En dus jullie moeten raden of het waar is of niet. Dus ik zeg bijvoorbeeld, nou ja, ik, toen ik 8 was, kotste ik altijd in mijn eigen gots. Ik moest altijd kotsen en dan kotste ik nog een keer erin. Goeie. En dan krijgen jullie een minuut om mij te ondervragen. Oh. Dus details van, oké, hoe zag die kotsen dan uit? Ja, precies, zaten er stukjes in, stukken dingen, wanneer was dat voor de laatste keer? En aan het eind van die minuut moeten jullie bepalen of het echt was of niet. Je doet het voor je speelt voor jezelf, hè? Ja, ja. Dus je krijgt zelf punten. Wat ben je allemaal aan het doen met de paprika, joh? Zal ik beginnen? Oké, dit is een leuke. Kom maar. Oké, ik was, ik ben ooit in een land geweest, op vakantie. En toen was er een kachel. En die kachel wou ik aan, er lag allemaal hout naast. En die wou ik aansteken. Dus dacht ik, het is slim om, benzine. Niet waar. In het, ik ben nog niet klaar. Om benzine in die kachel te doen, over het hout heen. En dan, om het dan aan te steken. Wat ik had gedaan, ik had heel veel benzine eroverheen gedaan. Zo. En toen dacht ik, het is een goed idee, dus steek hem gewoon aan. Maar ja, wat gebeurde er? Ziek grote steekvlam. Dus, en toen kwam het op mijn haar, en mijn haar stond in de fik. En mijn wenkbrauwen waren zo verschrompeld, zeg maar. Dus ik heb mezelf in de fik gestoken om een kacheltje aan te steken. Oké, okay, de tijd gaat nu in. Hoe oud was je? Ik was 21. Waar, 21, waar ben je nu? Ik ben 21. Niet waar. Waar was het, welk land? Het was in Scandinavië. Scandinavian boy. Noorwegen. Peter was erbij, maar die was aan het douchen. Oh. Dus die hoorde het wel, maar die zag het. Die kon niks doen. Waarom rende jij niet naar de douche toe dan? Omdat hij aan het douchen was. Nou, met een kop eronder. Ja. Nee, hoef je niet te doen, toch? Ja, maar ik dacht de deur zit vast op slot. Oh ja. Oh, ja. Nee, op zo'n moment, op zo'n moment denk je gewoon niet na. Op zo'n moment denk je, ik moet gewoon brandblussen, let's go. Ja, maar... Oké, wat? Jullie moeten even individueel nadenken of jullie denken dat dit de waarheid is of niet. Oké, zeg het maar. Niet waar. Ik denk ook niet waar. Maar toen je een beetje details ging geven, toen dacht ik... Nee man, want misschien is het waar, maar ik denk dat het niet waar is. Het is wel waar. Nee! Ja, serieus. Nee! Ja, jawel, man. Hé, maar jullie hebben 0 punten, man. Hé, ik ben een pro in deze game. Jullie dachten zo nep. Ja, je dacht allebei het is fake. Oké, jullie gaan. Wie is jullie? Ga jij. Steven Schuil, noem maar. Zou je net zien? Tuurlijk. Ja, oké, moet nog beginnen. Ik heb ooit op vakantie in de zee gepoept. Oké, de tijd gaat nu in. Waar was het? In Spanje. Was Morris mee? Morris was mee met de vakantie, maar niet met poepen. Nee. Oh echt? We gingen naast elkaar, we gingen tussen rotsen zo. Oké, hoe oud was je? Weet niet,
13 denk ik al. Toen je 13 was in Spanje. Zijn jullie in Spanje geweest toen je 13 waren? Ja. Ja. 12 of 13. Oké, dus heb je in de zee gepoept. Ja, waar was het? In Spanje. Ja, waar in Spanje? Bij het strand. Maar je kon niet even wachten of zo. Je kon niet even denken van... Nee, moest ik weer 5 minuten teruglopen naar de camping. Ja, moest ik daar poepen en had het al in mijn broek gedaan. Oké, maar wat heb je daarna gedaan? Heb je daarna was dat afgeveegd? Ja. Oké, tijd is om. Hey, Nina! Hey! Doei! Doei. Oké, ik heb besloten. Jouw verhaal over het kakken in de zee is... Klinkt echt lekker. Niet waar. Het is waar. Ja, het is waar. Nee! Ja! Maar hoezo weet jij dit? Ik weet het gewoon. Ik heb toch goed gepoept in de zee. Hé vriend, dit is niet eerlijk man. Jij wist dit gewoon van elkaar. Ik denk betere shit. Nee, oprecht, hij wist het niet. Dan denk ik echt, wist je dit al eerder? Nee! Boris, let's go. Ik heb vroeger wel eens een auto. Beetje ondergekrast met een steen. Met een steen? Met een steen. Waarom doe je dat? Tijg er nu in. Nou, wat voor auto was het? Wou ik ook vragen. Hij was zo'n klein. Het was geen duur hoor. Het was zo'n best wel skere, kleine, weet ik veel, Fiat. Welke kleur? Het was zwart. Zwart kentekenplaat. Oké, dus je pakt gewoon steen van de straat. Ja, ik was met een vriend. En wie was de vriend? Wie was de vriend? Dat was Wessel. Wessel? Wessel. Heb je dat met Wessel gedaan? God, ik zou nog zo zeggen, Wessel. Wessel, doe dat niet, normaal, man. Oké, wat was de reden waarom je dat deed? Kende je de eigenaar van de auto? Nee. Waarom deed je het dan? Ja, gewoon wilde even... Waar heb je dat gedaan? Waar was het? Bij Griend. Als je... Echt? Ja. Bij het speelpuintje. Als er één plek is waar je dat niet moet doen, is bij het speelpuintje bij Griend. Puintje. Griend. Was het echt één kras of was het gewoon een tekening? Nee. Niet een hele grote lul gewoon getekend. Nee. Zo. Het was gewoon één kras. Gewoon twee krasjes. Gewoon twee krasjes? Ja, jij hebt één keer dat geweest niet genoeg. Oké, de tijd is om. Oké, 3, 2, 1. Waar? Niet waar. Je hebt het goed. Yeah! Auto's rijden. Ja, ik moet iets verzinnen met een auto. Jij dacht, jouw broer doet dit. Ja, nee, maar... Nice. Oké, 1 punt, 1 punt, 0 punt. Ja, ik ga naar huis denk ik, jongens. Oh ja, ik heb... Ja, deze wordt duister. Duister. Ik heb ooit wel eens de nek van een kalf omgedraaid. En dat hij dood was. Oké, was het in Groningen? Het was in Groningen, ja. Ja, was ik op je boerderij? Dat was zeker op mijn boerderij. Het was niet op de boerderij van iemand anders. Was je vader erbij? Mijn vader was erbij. En mag een kalf? Een kalfje, ja. Maar waarom heb je dat gedaan? Ja, soms kalven, op een gegeven moment zijn kalven mank of zo. Als ze gewoon geen vooruitzicht meer hebben, dan moeten ze naar slag. Als ze denken, ja, dit komt nooit meer goed. En dan moet je ze op die manier doodmaken. Dat is de goedkoopste manier, zeg maar. Heb je dat vaak gedaan? Ik heb het één keer gedaan. En toen nooit meer. Precies, hoe heb je dat gedaan? Je moet hem tussen je benen doen. Ja, dit is super kut. Maar je moet staan tussen je benen. En dan moet je ze bob zo apart. En dan moet je gewoon dit in één keer. Hoe oud was je? 8 of zo, denk ik. Nee. Heb je daar de kracht voor? Ja, blijkbaar. Ja, je kan ja? Mee. Ja, serieus. Ja? Ja, het klinkt als het kutste verhaal. Oh. Ja, dat is het inderdaad. Ja, het is wel, ja. Het is echt het weirdste van ooit. Maar als je gewoon op zo'n boerderij opgroeit, is gewoon allemaal. Ik heb een dode kat erover gegooid en zo ook. Ik heb ratten dood getrapt. Ja, al die dingen heb ik gedaan. Jezus. Ja. Was je voor een rebel? Ja, dat was gewoon doodnormaal daar. Normaal? Groningen? Ja, dat was echt normaal. Is dat iets van Groningen of zo? Blijkbaar. Ja, gewoon boeren, kennen. Alle boerenzonen opgroeien is gewoon anders. Het is inderdaad wel duister. Ja, joh. Ja. Niet normaal. Oké, okay, dus. Klopt van geen kant, maar toch. 2, 1, niet waar. Nee, het is niet waar. Ja! Ga naar Feedbit en dan kaarten talen voor Feed. Hey, wordt een feest. 24 Vissa. Maart. Yes. Stiekem steel ik heel veel ideeën voor video's van andere YouTubers. Want ik weet het misschien. Ja. Oké, zoals? Van wie? Van jou. Oké. Okay. Van Gio en... Oké, okay. Maar wat doe je dan? Ga je naar YouTube en dan zoek je gewoon op mijn kanaal en dan ga je kijken en dan pak je het. Soms. Ja? Ja. En wat is dan een idee wat je bijvoorbeeld gejat hebt? Dan ga ik naar Google en dan zoek ik wat op. Maar wat is dan een idee, het laatste idee wat je kan bedenken wat YouTube je van mij... imiteren. Dat heb je van mij gejat. Ja, vandaag geüpload 2:30, dus ga je kijken. Heb ik dat ooit gedaan? Ja, een soort van. Jawel. Snapchat van YouTubers imiteren, ja, dit inderdaad. Dus toen dacht ik, het wel een beetje verdwijnt. Net als jij nu. Oké, wil jij eens vragen? Ja, het was mijn idee. Oh, yes! Yes, we got this! Yeah. Hey, ja, maar ik wist het sowieso vanaf het begin. Het is niet waar. Onzin. Zero waarheid. Jij ook, toch? Het is waar. Het is waar. Nee, ja! Ja, man! Maar het was jouw idee! Ja, van die ene video wel. Ja, nee! Oké. Okay. Degene die dit goed heeft, wint 3 punten. Nee. Fout hebben. Als jullie het allebei als wij het allebei goed hebben. Dan heb je sowieso gewonnen. Maar als wij het allebei goed hebben, dan zijn we gelijk spel. Dan zijn we gelijk spel, ja. Oké. Okay. Vroeger wel eens bij een verjaardag. Ja. Heb ik wat geld uit boze envelop gestolen. Oh, familieruzie ontstaan. Joh, als het echt waar is, hè.
Oké, we gaan nu beginnen. Oké, welke verjaardag was het? Hoe oud werden jullie? Volgens mij 11. Volgens mij 11. Hoeveel heb je gestolen van me? Hoeveel heb je gepakt? 5 euro. 5 euro? Ah, je gaat zo meteen openmaken. Maar, maar was het nadat jullie hadden gekregen of ja, voor? Ja, nadat. Dus jullie hadden allemaal opengemaakt, vet blij met jullie money, want er zat wat. Nee, kijk, we hadden gewoon wat een verjaardag hier. Oh, de, geld. Oh, nou, allemaal geld hadden jullie. De envelop. Dat heb je gepakt van hem. En dat heb je... Oh. Maar, hij is vuur in zijn ogen. Ja, dat is het echt waar. Oh, ik ga nu nog één kast zo. Ja, echt. Stuur even een kast op mijn ogen. Ja, nou, pak gewoon lekker zo'n passie. Oké. En heb je daar ooit schuldig over gevoeld? Heb je ooit gedacht van dat... Zo'n lul is het wel. Nee. Nee. En is hij blij? Heb je ooit ervoor gehad alsof hij het wist? Nee. Nee? Nee, hij was er niet. Heb je getwijfeld om nog meer was te pakken? Was ik er niet? Waar was ik dan? Waar was hij? Hij was bij Quinn. Hij was bij Quinn. Hè? Bij Quinn? Hoezo? Ik ben al 10 jaar niet bij Quinn geweest. Echt op jou? Pep, pep, oh. Oké, ik weet die tijd niet meer, maar Heb jij enig idee? Ik hou mijn mond. Ja, jij weet sowieso. Jij weet sowieso al. Fuck man, jullie spelen gewoon, jullie spannen samen man. Helemaal je kan dit nooit winnen. Ik weet het niet, ik ga winnen. Hoezo kan dit zo hyped zijn over dit? Jij wil gewoon weten of je het gedaan hebt. Als het waar blijkt te zijn, geen fysiek geweld. Dat zien we wel. Geen fysiek geweld. Wie weet. 3, 2, 1. Waar? Niet waar. Ja, je hebt het goed. Als deze video binnen 24 uur 10.500 likes haalt, komt er morgen weer een nieuwe video. Dus like deze video massaal. Volg me overal. Volg hun ook. Ga op hun kanaal. Ga checken. Ga chillen. Let's go. Hey, laten we het doen. Hey, mazzel. Hey, mazzel. Hey. Hey.